Nou ja, ik ben ontzettend onhandig, dus er ging van alles en nog wat mis. En ik weet wel, als ik binnenkwam, dan had je zo'n laboratoriumassistent. En als die dan mij zag, dan trok die helemaal bleek weg. En dan dacht hij, wat zal er in godsnaam deze week gebeuren als Van Rossum binnenkomt. Het Van Rossum, kunt u mij horen? Ja, ik was gisteren in Vlissingen. Om een stoomkraan eigenlijk te openen. Ja, open is een beetje een wonderlijk woord. Om een officieel ding in beweging te zetten. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat kwam omdat ik er al jaren geleden... belde een jongen mij op. En die zei, ja, ik ben van plan om een stoomkraan te herstellen. Omdat ik dat ding als een monument beschouw. Nou, dat vond ik een bijzonder sympathiek streven. En toen heb ik beloofd, jaren geleden, als het ding klaar is, dan kom ik als eerste aan de stoomfluit trekken. En hij was klaar, prachtig gerestaureerd, kan niet anders zeggen. Ja. En dat vind ik zeer de moeite waard, daar kunnen we zo wel iets over zeggen. Dus ik ben gisteren naar Vlissingen gereden, dat wil zeggen ik ben door iemand anders naar Vlissingen gereden. En daar heb ik als eerste aan die stoomfluit getrokken. Nou ja, ik wil zeggen, dat was een georganiseerd moment. Ik geloof dat ze die stoomfluit al eens eerder hadden aangezet. Ik kan het even laten horen, het geluid. Het gaf een ongelooflijk kabaal werkelijk. Ja, dit is de stoomfluit van de kraan. Die enorm zware stoomfluit die je ook hoort. Dat schijnt de oude stoomfluit te zijn geweest van het schip de Nieuwe Amsterdam. Die was daar ook opgesteld. Kijk, dat is wat je in de... Dit, hè? Nee, dat minder sterke geluid, dat is de stoomkraan. Ook overigens een enorm lawaaier ding. Zo, kijk, dat deze enorm diepe brom, dat is de voormalige stoomfluit van... Er zit ook zo'n hoorn op. Of toeters. Ja, daar heb je dat ding. Nou ja, je hebt het nu op je telefoon. Dus iedereen kan dat kennelijk opzoeken. Dus zo is het gelopen. En toen heb ik dus als eerste aan dat koord getrokken. Nadat duidelijk was geworden dat dat inderdaad functioneerde. En toen was die daarmee geopend. En ik draag de restauratie van stoommachines in een warm hart toe. En dat komt eigenlijk omdat ik een groot liefhebber ben van stoommachines. En dat heeft weer een betrekkelijk lange aanloop nodig om dat duidelijk te maken. Dat ik eigenlijk al jaren geleden dacht, god, hoe zit het toch eigenlijk met het... Hoe zijn ze op het idee gekomen om een stoommachine te bouwen? Want die stoommachine, daar hoef je niet zo heel lang over na te denken als het historisch is. Dat is natuurlijk na de landbouwrevolutie, is vanzelfsprekend de industriële revolutie, het tweede grote draaipunt in de menselijke geschiedenis. En die revolutie die begint, hè, als je al een begin zou willen formuleren, die begint bij de constructie van de eerste stoommachine. En die eerste stoommachine die is in bedrijf geraakt in het jaar 1712. Dus in 2012 was die precies 300 jaar geleden dat dat ding in bedrijf geraakt is. En toen viel mij toch op, kritisch, dat daar in Nederland geen enkele aandacht aan besteed is. Dus het was het bekende nieuws, voetballers geblesseerd, zangeresje is in depressie geraakt. Nou ja, het bekende, de hoofdthema's zal ik maar zeggen van onze talkshows en van grote delen van onze televisieuitzendingen. Wie de grootste taart gebakken heeft, nou ik kan zo nog wel even doorgaan. Maar niets 0,0 over de 300-jarige verjaardag van de stoommachine. Naar mijn idee misschien wel de belangrijkste uitvinding, als je het zo wil noemen, van de hele menselijke geschiedenis allerlei opzichten. Omdat natuurlijk de opwekking van beweging door het gebruik van fossiele energie, want daar gaat het in dit geval over, niet waar, die heeft onze wereld totaal veranderd. Wij zitten hier in een autootje, dat is in een fabriek gemaakt en die fabriek wordt aangedreven door alle mogelijke machines. Dat zijn tegenwoordig geen stoommachines meer, maar dat zijn meestal elektromotoren, omdat die veel efficiënter zijn en minder vuil maken. Dat we zeggen, de vuilmakerij is ver weg, dus daar zie je niks van. Dus zo. Daarom maken mensen zich altijd wijs dat een elektromotortje eigenlijk een schoonmotortje is. Maar dat is natuurlijk onzin. Ergens is die energie opgewekt door iemand. Duitse bruinkool,
Franse kernenergie, het kan van alles wezen. Maar echt schoon is een elektromotortje natuurlijk ook niet. Maar ik dwaal af. Dus ik dacht, wat gek, ja, dat daar helemaal nul aandacht voor is. Ik heb toen even gekeken, in Engeland was er wel aandacht. Ook wel begrijpelijk natuurlijk, omdat de stoommachine is een Engelse uitvinding. Het is als je nu naar Engeland kijkt sowieso ontzettend gek om je te realiseren dat Engeland ooit in de absolute voorhoede van de industriële revolutie heeft gestaan. Sterker nog, dat die industriële revolutie in Engeland is begonnen. We kunnen het zo even uitleggen hoe dat precies in zijn werk is gegaan. En de Engelsen hebben in 2012 ook een leuke postzegel besteed aan het in bedrijf geraken van de allereerste stoommachine. Die heb je natuurlijk. Nee, die heb ik niet. Oh. Ik heb die postzegel niet. Ik ben lang geleden opgehouden met postzegels verzamelen. Ik heb soms, we hebben het daar wel eens over gehad, heb ik wonderlijke onbestrijdbare impulsen. En dan koop ik wat postzegels die ik mooi vind. Maar ja, die postzegelwinkels die ik tegenwoordig passeer, die zijn altijd gesloten. Dan moet je dat zo'n bordje op afspraak. Kun je daar dan... Maar in Den Helder zit nog een club, hè, die daarmee bezig is. Ah. Met de stoommachine? Nee. Met de postzegel. Met de postzegel. Oké. Nee, ik wens iedereen die met zorg postzegels verzamelt en daar aandacht aan besteedt, die wens ik het allerbeste toe. Het is toch een beetje een uitstervend ras, want die podcast... Ja, dat gaat met de postzegelverzamelerij natuurlijk niet goed. Vroeger had je dan al die catalogie en dan kon iedereen zijn rijk rekenen als die postzegels had. Dan stonden nogal geïnfleerde waarden, stonden daar volgens mij in. Probeer het daar namelijk maar eens voor te krijgen. Maar goed, dus ik heb een grote belangstelling voor postzegels. Daar hebben we het eerder over gehad. Er zijn hele mooie postzegels. Dit is een goed ogende postzegel met de allereerste stoommachine. 1712. Dus toen ik eenmaal geïnteresseerd raakte in die stoommachines, daar kwam bij dat ik de stoommachines die ik in mijn leven in bedrijf heb gezien, dat die altijd een enorme indruk op me hebben gemaakt. Je hebt van die dagen dat er stoomlocomotieven zijn op het station in Utrecht. Die maken ook dat 's avonds hoor je heel in de verte hoor je die stoomfluit gaan van zo'n locomotief. Dat is een prachtig geluid. Je hebt een miljoenenlijntje? Ja, het miljoenenlijntje, dat is wat anders. Dat is een light rail die Utrecht heeft aangelegd tussen het station en de Uithof. Dat is een... Nee, maar die bedoel ik niet. Ik bedoel die in Simpelveld. Daar rijdt ook nog zo'n trein, zo'n attractie. Ah, nee, maar goed. Dat is dus gewoon een echte ouderwetse stoomtrein. Ja. Waarschijnlijk een klein stoomlocomotiefje. Nou, dat werkt altijd enorm op de verbeelding. Ik heb ook wel zo'n ding, volgens mij in Zeeland heb ik wel eens zo'n lijntje bereden. En stoomlocomotieven zijn in allerlei opzichten misschien wel de mooiste apparaten die de industriële revolutie heeft voortgebracht. Je kunt de hele tijd naar je iPhone kijken en je kunt zeggen, het ziet er wel elegant uit. Dit maakt wel de indruk dat het vrij solide geconstrueerd is, behalve mijn eerste iPhone. Die viel in meerdere stukken spontaan uiteen, dus kennelijk was daar iets minder aandacht aan besteed daar in China. maar goed, de stoommachine. De locomotieven hebben op mij altijd een verpletterende indruk gemaakt. De charme van de stoomlocomotief en eigenlijk ook van de stoommachine is dat iedereen kan zien hoe het werkt. Het is een heel simpel ding. Dan nog zullen de meeste mensen zeggen, oh nee, ik wil er niks van weten. De bekende alfa-reactie. Alfa's zijn vaak zo ongelooflijk zelf ingenomen. Het gekke is, beta's zijn vaak heel geïnteresseerd in alfa-kwesties. Maar alfa's vinden zichzelf altijd te hoog voor beta-kwesties. Jij bent ook een alfa, toch? Nou, ik heb gymnasium beta gedaan, maar daarna ben ik wel een alfa gebleven, ja. Maar ik vind die wonderlijke desinteresse in alles wat met beta-wetenschap, techniek, technologie te maken heeft, dat vind ik zoiets raars. Dat is gewoon een achterlijke, kleingeestige, bijziende mode is dat in alfa-kringen. Dat je niet even je inspant om te begrijpen hoe zo'n LCD-scherm in elkaar zit. Ik denk dat ze het gewoon niet snappen. Dat is te lastig. Ja, nee, dat het is een vlucht. Je ziet dat ook bij kinderen vaak. Dat op het eerste gezicht is het dan niet begrijpelijk. En dan hebben ze eigenlijk geen zin om zich erin te verdiepen. En dan maken ze zichzelf wijs dat die hele beta-wetenschap, dat niks gedaan is omdat zij het niet begrijpen. Maar vaak is de beta-wetenschap veel makkelijker te begrijpen dan het is om Plato te vertalen. Ik noem maar een buitenplaats die je wel op het gymnasium moet leren. Hè?
Dat is pas echt moeilijk. Zeker als je geen woordenboek mag gebruiken, zoals in onze tijd. Ja, ik was niet van die school af. Of ineens mocht je wel een woordenboek gebruiken. Dan moest je, al die woorden had ik volkomen nutteloos uit mijn hoofd geleerd. Ja? Je had ook de Griekse woorden met die hadden de gekste verschillende betekenissen. Ik dwaal weer af, de stoommachine. Locomotieven zijn schitterende apparaten en je kunt zien hoe het werkt. Hè? Hoe die drijfstangen in die cilinder zitten waar die stoom ingeleid wordt enzovoort. Ook de stoommachines die ik in bedrijf heb gezien. Er is bijvoorbeeld in het Openluchtmuseum een alleraardigste stoommachine. Hij ruikt ook heerlijk. Het is een hele fijne. Die dingen worden geolied met een speciaal soort olie. Omdat ze natuurlijk vol met vocht zitten, neem ik aan. En dat ruikt ontzettend lekker. Ik heb er nog niet zo lang geleden in Gorkum. Dat was een schat van een stoommachientje. Daarmee werd een brandspuit aangedreven. Oh. Ook hartstikke leuk. Maar ook dit, dus ik was dit was een wrak, die kraan. Laten we even terugkeren naar die kraan. En nou ja, die jongen, Zekerwaal geheten, die wilde dat ding graag restaureren. Die is overigens door de gemeente Vlissingen systematisch tegengewerkt. Ja, ik moet je zeggen. Enig monumentaal benul zou veel gemeenteraden en wethouders wel passen. Hè? Nederland is een heel fijn, modern land, een heel rijk land, maar we zijn ook een monumentaal land. We zijn al heel lang een land waar bijzondere dingen worden gemaakt en gedaan. Daar heeft de politiek op dit niveau vaak niet de geringste interesse in. Ik kan je gruwelverhalen vertellen, ook uit Utrecht. Maar dat gaan we niet doen, want het zonnetje is net doorgebroken hier. Dus we gaan er nog niet al te zenuwachtig, ik bedoel niet al te zuur over zitten zeiken. Ja, ik lees toch al overal dat ik een azijnzeiker zou zijn. Oh, waar dan? Ja, op allerlei plekken. Dat schijnt een vrij normale beschrijving te zijn voor mijn gedrag. Jij weet zelf dat ik eigenlijk permanente opgewektheid zelf ja, ben. Ja, ik wou net zeggen, dat vragen mensen me ook altijd. Ja, zit je met die verrossen in dat autootje? Dat lijkt me zo afschuwelijk. Zeg, het is een hele aardige, lieve man. Ja, precies. Empathisch. Ja. Ja, je kunt het zo. Maar tv vreemd, hè? Ze halen dat brompotterige halen ze eruit. Ik maak me er ook niet zo'n verschrikkelijke zorgen over. Ik vind ook bovendien dat iemand die bijna 78 is ook het recht heeft om te vervallen tot een zekere brompotterigheid. Hè? Dat je op zo'n bankje zit met zo'n stok naast je. En dat je denkt, het zal mijn tijd wel duren. Hè? Dat werk eigenlijk. Ja, dus ik vond het een sympathiek streven. Hij had een leuk modelletje van die kraan bij zich. Daar hebben we het over gehad hier in het Spoorwegmuseum. Gaat daar ook heen, want daar kun je natuurlijk al die prachtige stoomlocomotieven kun je daar bekijken. Het zijn schitterende apparaten in allerlei opzichten. Vandaar dat ik het ding ben gaan openen nu het klaar is. En het werkt als een scheet en je hoorde die fluit gaan. En maar is het een monument of wordt het nog gebruikt? Nee, het is een monument. Maar de stoomkraan is gebruikt tot ik geloof 1970. Het is op zichzelf wel interessant dat deze stoomkraan is gebouwd in 1946. Wat waarschijnlijk wel zo'n beetje de laatste stoommachine is geweest die in Nederland is gebouwd. En dat was omdat er in 1946 brandstoftekorten waren. Niet aan kolen, die hadden ze wel. Dus, en dan kun je, als je kolen hebt, dan kun je in principe natuurlijk een stoommachine laten draaien. Sterker nog, je kunt met alles wat brand een stoommachine laten draaien. Want het gaat er alleen maar om, niet waar, de kern van het stoommachine is dat je van water stoom maakt. En nu wil het wonderlijke geval dat als je van een bepaalde hoeveelheid water stoom maakt, dan is de stoom, het volume van de stoom, is bijna 2000 keer zo groot als het volume van het water waarvan de stoom gemaakt is. Ik zal verder niet precies gaan uitleggen hoe een stoommachine werkt, dat kan iedereen even nakijken. In de Wikipedia, lieve twitteraars, in de Wikipedia. Kijkt u nou eindelijk eens even. Hè? Hou op met zo stomzinnig te reageren op. Terwijl het duidelijk is dat u nergens iets van af weet. In de Wikipedia staat namelijk een bijzonder leuk gekleurd bewegend modelletje van een atmosferische stoommachine. En daar ging het om in dit geval van 1712. Moderne stoommachines werken een beetje anders, maar dat gaan we vanmiddag ook niet uitleggen. Maar dus ja, ik heb daardoor een aanzienlijke liefde en interesse in stoommachines opgebouwd. Ik weet wel dat ik in een openluchtmuseum in, wat heb ik laatst verteld volgens mij, in Dearborn was, in Detroit. Klopt.
En ik zeg het toch nog een keer voor het je geval. Je weet educatie, hè? Voor het geval dat mensen toch een keer daar naartoe gaan of daar zijn. Daar staat in dat museum de grootste stoomlocomotief die ooit gebouwd is. Met een dubbel loopwerk aan beide kanten. Die werden gebruikt om kolentreinen te trekken in de Appalachen. Waar al die vroegere kolenmijnen waren. Dat is nu grotendeels in verval geraakt. En tegenwoordig wordt de kolen in dagbouw gewonnen in Wyoming. Ik weet niet of ik dat al eens een keer verteld heb. Ah, nou. Dat is zelf wel een komisch verhaal. Als je tenminste gevoel hebt voor historisch komische effecten. Dat in Wyoming is een dagbouw kolenmijn. En die produceert per jaar evenveel kolen. Als in de tijd dat de Engelse mijnen nog allemaal werkten. Alle Engelse mijnen bij elkaar per jaar produceren. Dagbouw is natuurlijk, dat is ook natuurlijk een stuk simpeler dan wanneer je 1000 meter de grond in moet. Ja. Nou, kijk maar naar onze mijnen, die zijn gesloten allemaal zeg maar tussen halverwege de jaren 60 en de eerste jaren van de jaren 70. Simpelweg omdat de prijs van die kolen die wij hier in Limburg van onder de grond haalden, ja, die kon totaal niet concurreren met het prijsaanbod van kolen. Die door dagbouw werden gewonnen op alle mogelijke plekken. Nu het zegt, we hebben dat inderdaad wel een keer aangestipt. Ja, toen precies, hadden we het over DSM. We hebben het al. We moeten oppassen dat we niet voortdurend onszelf gaan zitten herhalen. Nee. Dat tenminste, nou, ik heb nu nummer 51 gedraaid. Dan staat het eigenlijk ook. Dan zegt hij het ook allemaal al. Stiekem is dit gewoon een herhaling. Dan hebben mensen misschien. Ja, dat heb ik ook volgens mij ook al eens meerdere malen gezegd. Al het geheim van al het goede onderwijs is herhaling. Ja. Zeg het nog een keer. Uit alle onderzoek blijkt dat de kindertjes op school na de grote vakantie, die overigens er is vanwege het helpen bij de oogst door de kinderen, terwijl dat niet zo heel relevant meer is. Maar goed, de kindertjes zijn na de grote vakantie ongeveer 30% van de stof die ze het jaar daarvoor hebben geleerd weer vergeten. En je weet, kinderen vergeten heel makkelijk als je niet af en toe nog weer eens even in peperdoet zit. Dus ja, vandaar dat ik in Vlissingen was. Vanwege mijn interesse in stoommachines en in het restaureren en monumentaliseren van stoommachines. Want het is natuurlijk wel leuk als ze zo gerestaureerd worden dat ze ook werken. Dat het echte stoommachines zijn. Want ze maken natuurlijk geweldige geluiden. Hè? En ook als je die zuigertjes op en neer ziet gaan. Ach, dat is we geweldig. Kunnen daarna gaan kijken dus. Ja, je kunt naar die stoomkraan gaan kijken. Die staat daar op het oude terrein van die werf de Schelde. En nou ben ik even het adres vergeten. Ik dacht het. Wat was het ook alweer? Nou ja, de naam van de straat, dat was naar zo'n. Die is naar zo'n groot schip. Die Schelde is natuurlijk verdwenen. Hè? Dat is een reusachtige werf. En die werven in Nederland zijn natuurlijk allemaal verdwenen in de jaren 70. Vandaar Vlissingen. Ja, ik vond het leuk werk om te doen. Mooi. Maar graag machines zien. Denk je dat Siewert ooit nog dat geld gaat terugbetalen? Ha, daar hebben we het Siewert-probleem. Ja, alsof we dat nog nooit hebben besproken. Nee, maar dat is weer nieuw nieuws. Nou, ik moet je zeggen dat het... het zijn twee dingen bij Siewert. Kijk, Siewert heeft de tent belazerd. Daarover bestaat geen enkele twijfel. In de zin dat hij heeft gezegd, ja, ik had er helemaal geen financieel belang bij. Ja, maar heeft nu dat ook... heeft hij ook al die mensen die hem geholpen hebben, die heeft hij dat ook wijsgemaakt. Ja. Iedereen dacht dat dat zo was. Op dat punt kan hij juridisch goed veroordeeld worden. Want ja, het is evident dat hij loog dat hij barstte over het feit dat hij er geen financieel belang bij had. Hij wordt maar ook aangeklaagd, ik begrijp dat het juridisch lastig ligt. Op dit punt is die makkelijk te veroordelen. Maar het is juridisch lastig om hem ook ertoe aan te zetten, juridisch goed gegrondvest, om dat geld weer aan de overheid terug te betalen. Dat is veel lastiger. Want dan zou je moeten bewijzen dat die leugens die hij tegen zijn helpers heeft verteld, dat die gerelateerd zijn aan het bedrag wat hij ermee verdiend heeft. Mm. Maar ik heb altijd begrepen dat in dit type van oplichtershandel, niet waar de meest erg denkbare windhandel, laten we het maar zo noemen, dat heel normaal is dat er dergelijke marges verdiend worden. Dus of die er juridisch toe gedwongen kan worden om dat geld weer terug te betalen aan de overheid, is, ik
ik heb het ook maar gelezen als non-jurist in de krant, is de vraag. Ja, maar er zijn nu nieuwe ontwikkelingen. Want interessant genoeg heeft hij het evident altijd verrekt om het weer terug te geven. Ja, hè? Ja. Wie weet heeft hij het al lang laten sporen naar een fijne rekening in Zwitserland of op de Cayman-eilanden. Dat denk ik wel. Hè? Nou ja, hij zat nog niet bij die Pandora Papers, dus maar het was een dikke stapel. Het kan zijn dat zijn naam... Nee, dat was daarvoor, dat was ook lang geleden. Hé, maar hij heeft nu dus bewust Twitterberichtjes gestuurd. Dat begreep ik, ja, dat hij dat... Waardoor nog eens duidelijk wordt, niet waar, dat hij ook de overheid in allerlei opzichten onder druk heeft gezet op onheuse wijze. Nogmaals, of dat voldoende is, want dan moet je kunnen bewijzen dat die exorbitante winst die er... Andere maskertjesleveranciers moeten ook dergelijke exorbitante winsten hebben gemaakt. Ja. Dat ligt nogal voor de hand. Gaan we die ook allemaal terugvorderen? Ja, maar die hebben niet gezegd, we verdienen daar niks aan. Nee, dat hebben zij waarschijnlijk niet. Zij hebben namelijk helemaal niks gezegd. Nee. Zij hoorden niet tot de bekende lieden. Ja. Kijk, Siewert heeft dit hele spel alleen kunnen spelen, omdat hij bekend stond, niet waar, als een CDA-padvinder. Hmm. Dus dat iedereen dacht. Dat hij steeds dacht aan de boodschap van de Heere Jezus. En een opiniemaker. Ja, ook dat. Dus hij had ook in die zin kon die mensen beïnvloeden. En ik meen me te herinneren dat hij op de lijst voor de Kamerverkiezingen van het CDA stond. Ja, ja. Hij heeft dus eerst een BV opgericht. Toen is hij die Twitterberichtjes gaan sturen met kritiek op VWS. En daarvan zegt Follow the Money nu, dat is allemaal vooropgezet. Hij wist precies waar hij mee bezig was. Nee, dat wist hij precies. Maar dan nog is het de vraag of... Er moet namelijk aangetoond worden dat die winstmarges die hij gemaakt heeft, dat die wederrechtelijk zijn. En dat die afhankelijk zijn van die oplichterspraktijken. Maar als die winstmarges heel normaal zijn in deze branche, wat voor zover ik weet het geval was. Moet je denken hoe de Nederlandse bevolking hier getild is door waarschijnlijk een betrekkelijk klein aantal lieden die dit soort van contacten hadden. Ja, dan zou het anders liggen. Nee, dus als het normaal is, dan is het maar de vraag. Ja. Nogmaals, ik destilleer dat uit de krantenberichten. Of hij ooit gedwongen zou kunnen worden. Misschien zou ook het ministerie er verstandig aan doen om een zaak tegen hem te beginnen. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Nou, gek genoeg hebben natuurlijk ook die lui die door hem belasterd zijn. Die hebben ook geen zaak tegen hem begonnen. Dit is een zaak die door meneer Plasman is gestart. En die gefinancierd wordt door Joep van het Hek. Wat natuurlijk een hele zonderlinge figuur is. Want je zou verwachten dat degene die door hem zijn voorgelogen en daardoor gratis diensten hebben verricht enzovoort, dat die de zaak zouden hebben aangespannen. Ja, maar je weet nu wel, dus ze blijven zagen totdat ze wat hebben. Totdat er wat gebeurt. Ja, en aan zijn kant. Kunt je ook, ik geef toe dat mijn minder goede instincten ook wel prettig vinden. Dat zien we het nu thuis zitten. Denk je, Jezus, hoe kom ik hier weer van af? En, niet en meer, totdat er een wat keer wat kan ik eraan doen? En ja, want hij is niet van plan om het terug te geven. Nee. Maar ja, zoveel is wel duidelijk. Misschien dat we binnenkort horen dat hij naar België gevlucht is, weet ik veel. Ja. Amerika heb je al voorgesteld. Maar dat heb ik meteen. Ik heb direct tegen Siewert gezegd, joh, je bent nu miljonair. Dan zit je in Nederland toch een stuk minder. Het is hier helemaal niet slecht voor miljonairs, maar emigreer naar de Verenigde Staten. Dat is een land dat wordt gerund door miljardairs voor andere miljardairs. En ook miljonairs zijn, het is natuurlijk een beetje lullig bedrag wat hij bij elkaar gestolen heeft. Maar het is toch... Het is ook niet gestolen, nogmaals, ik moet daar voorzichtig mee zijn. Hè? Hij zou een proces tegen mij kunnen beginnen van, ja, wacht nou even. Dit is heel normaal in de mondkapjesbranche. Hè? Dat je, wat is, was het, een percentage winst, klein tegen de 30% of zo. Ja. Kennelijk is dat normaal. Maar ga eens met die farmaceutische bedrijven praten. Ja, goed, dat is een heel ander probleem natuurlijk, dat die tot de orde moeten worden geroepen. En dat kan heel makkelijk als de overheid zou besluiten om te zeggen, nou wacht nou eens even, dit zijn zulke woekerprijzen, dan maken we die spullen zelf. De overheid kan vrijwel al die dingen kan de overheid zelf ook maken. Je weet toch van een apotheker in Den Haag, was dat idioot dure geneesmiddel, zei hij, nou dan maak ik het zelf. Hij komt aan, de farmaceut vroeg er, weet ik veel, miljoenen voor. En hij vroeg er 5000 euro voor, want hij had het gewoon zelf gemaakt. Een beetje goed opgeleide apotheker kan van alles en nog wat maken. Ja, ik weet er alles van, omdat ik ook, zoals je weet, 4 maanden farmacie heb gestudeerd. Waarom ben je eigenlijk gestopt daarmee? Omdat ik het practicum afschuwelijk vond. Ja, ik vond die scheikunde, ach, dat is wel aardig. Maar ja, je staat dus 4 middagen in de week van 1 tot 5 op practicum.
En nou ja, ik ben ontzettend onhandig, dus er ging van alles en nog wat mis. En je krijgt dan, zo'n buisje met een kleine hoeveelheid, wat voor zover ik kon zien gewoon water was. Maar dan moest je dan 17 verschillende chemische stoffen uitzien te destilleren. En dan moest je keurig een protocol maken hoe je dat allemaal gedaan had. En ja, ik nadat ik geloof had aangetoond dat er, weet ik veel wat in zat, was het eigenlijk al op bij mij. Terwijl bij mijn buurtgenoot aan de werkbank, god, hoe heette die jongen, ik vind de Bruine als ik het wel heb, die was er hartstikke handig in. Dus dan keek ik het maar bij de Bruine aan, maar ik had al vrij snel in de gaten. Dit is niet mijn toekomst. Dus je moest allemaal met van die pipetjes in de weer. Ja, en ik liet het bunsenbrandertje omvallen en de zuurkast openstaan. Het was echt in allerlei opzichten. Ik weet wel, als ik binnenkwam, dan had je zo'n laboratoriumassistent. En als die dan mij zag, dan trok die helemaal bleek weg. En dan dacht hij, wat zal er in godsnaam deze week gebeuren als Van Rossum binnenkomt. Ja. Je hebt nooit, ze hebben dat toch van die douches. Het is een beetje hetzelfde verhaal als toen ik ooit zelf een verlengsnoer heb gemaakt. Ja, mijn vrouw zei, het was in onze arme tijd van, we hebben een nieuw verlengsnoer nodig. Zei, maar gaan we dan even kopen? Nee, dat kun je ook heel goed zelf maken. Je koopt een stukje draad en twee van die blokjes. En dan moet je dat geloof ik even draad eraf schrappen. En dan met zo'n schroefje vast. Ah, dat was allemaal een fluitje van een cent. Dus ik heb een verlengsnoer gemaakt. Zei, we steepen dat ding in stopcontact nou. Ik weet niet hoe groot de steekvlam was die eruit kwam. Maar het was wel een vrij forse steekvlam. Dus ik had eigenlijk onmiddellijk sluiting weten te veroorzaken. Dat was ook wel nuttig in die zin dat ik daarna nooit meer natuurlijk een verlengsnoer heb hoeven te maken. Nee, dat scheelt wel. Ik ben gewoon niet handig. Echt niet. Mijn vrouw ook in onze arme tijd had een kapitein mobilet. Wat is dat? Ja, dat is een bromfiets. Kijk, dat jij nou moet vragen, wat is dat? Dat geeft al aan, opa vertelt, de kapitein mobilet. Ooit de meest verkochte bromfiets in Nederland. Het was zo'n bromfiets, zo'n niet-blitse bromfiets was het. Nou ja, mijn vrouw reed daar regelmatig op en dan moest je even trappen. En dan sloeg dat lullige motortje, dat sloeg aan en klaar was Kees. En als ik erop ging zitten en even trapte, nooit, hij deed het nooit als ik erop zat. Helemaal nooit. Ik deed onderzoek, ja, als we nou toch met dit verhaal moeten even door moeten. Ik deed onderzoek in de Verenigde Staten, bij de Wisconsin State Historical Society. Nou ja, en heel af en toe, je had allemaal van die mappen met die documenten over ze. Wat een klote werk was dat, ja. Ja, dan zat er een briefje in, bijvoorbeeld van president Truman, het is keurig met het letterding daarboven links boven van het Witte Huis en daaronder hartelijke groet Harry Truman, PS je vriend Harry, dat werk. En dat waren aan de hand van die berichten, er waren drie regels van leuk dat we even getelefoneerd hebben, de zaak is rond. Maar ja, welke zaak er rond was en hoe dat dan gegaan was, dat wist je niet, omdat de telefoongesprekken van Truman, die zijn nooit opgenomen. Overigens, Lyndon Johnson heeft al zijn telefoongesprekken op laten nemen. Ik weet niet, ik heb mee me te herinneren dat er 19 miljoen meter geluidsband is met de telefoongesprekken van Lyndon Johnson. Je moet er niet aan denken dat je dat moet beluisteren. Nou, als je denkt aan de enorme hoeveelheden materiaal die tegenwoordig gegenereerd worden, dan kun je veel beter de middeleeuwen gaan doen, want er is natuurlijk zo weinig, dat is allemaal puzzelen. Je bent dolblij als er überhaupt een stukje is waarin staat dat de zon toen ook scheen. Dus ja, ik moest regelen, als ik dan zoiets had, dan dacht ik, nou, dit is toch wel, dat zou ik wel eens kunnen gebruiken. Dus dan maakte hij een kopietje. Stond dan een enorme fotocopieermachine in die zaal waar al die wetenschappers, niet waar, die mappen zaten te bekijken. En altijd hetzelfde, dat je iedereen dat ding liep als een trein, die kopieermachine. En ik leg er een kopietje op, ik doe dat ding, druk op de knop en kwam er rook uit. Hè? Of zoiets dergelijks, of hij begon enorm te rommelen of te roggelen. Of schokkende bewegingen te maken. Nou, het was echt verschrikkelijk. En tenslotte werd dat zo erg dat die twee dames die dan deze zaken, deze zaal moesten controleren. Zodra ik eraan kwam lopen, zei, oh, no, Mr. Vossum, no, please sit down again. And we'll make the copy. Helemaal geen probleem. Dus ik hoefde nooit meer iets te doen. Ik stak hem omhoog, dan kwamen ze hem ophalen en dan maakten ze een kopie. Je ziet, het heeft ook voordelen als je niks kunt. Ja, met koken bij jou is het toch ook zo?
Ja, ik kan niks tegelijkertijd. Dus ik kan wel bijvoorbeeld, ik kan wel opletten of de soep wat warmer wordt. Maar als ik tegelijkertijd ook moet kijken of iets anders ook warm wordt of anderszins behandeld zou moeten worden, dan dat is niks voor mij. Nee. Nou, gelukkig zijn er heel veel diensten. Dan kun je het gewoon laten komen. Dus dat scheelt. Ja, tegenwoordig kun je alles laten komen, zoals je weet. Ja. Please sit down again and we'll make the copy. Vergeet ondertussen niet om deze podcast te reviewen in Apple Podcasts. Helemaal geen probleem.